Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. Ik kon bijna niet uitspreken, maar het is me gelukt. Ik ben trots op mezelf. Vandaag gaan we de Star Cup doen en het is niet gelukt om de steering assistance uit te zetten. Ik weet eigenlijk niet hoe dat moet. Misschien dat ik zo meteen tijdens de race heel even op start moet drukken. Maar we gaan het zien. In ieder geval, de vorige aflevering hebben we zo'n 3-sterretje Gold Cup gehaald. Dan is altijd mooi. En nu gaan we Delfino Airport doen. En Delfino Airport is cool. Even kijken. Ah, kijk. Auto accelerate niet. Tilt control. Oh, smart steering. Die mag ook off. Oké, het is gelukt. We zijn erachter gekomen hoe het moet. Dus dat is fijn. Ik hoef geen smart steering. Oké, Dry Bowser, laat me je doden. In ieder geval. De Mario Kart 8 banen zijn wel leuk, tenminste die deze banen. Maar van retro banen kan ik altijd genieten omdat toch iets nostalgisch geeft ofzo. Ik weet niet wat het is, ik heb dat eigenlijk altijd in games. Maar ik had natuurlijk de vorige twee afleveringen over dat ik wel graag nieuwe characters had gezien. Maar ik zit te denken welke characters zou ik er dan bij willen. Dat weet ik eigenlijk niet. Deze game zit best wel vol met characters. En er zitten zelfs al characters van andere games. Wat ik best raak. Dus maar ja, weet je. Hoe meer characters, hoe meer vreugd. Alleen, ik ben dan niet per se fan dat al die Inklings. Of niet die Inklings wel. Maar dat al die... Koopa links erin zitten, dat had voor mij niet per se gehoeven, zeg maar. Ik heb niet zoveel met de Koopa links, maar dat is misschien persoonlijk. Ik weet niet hoe de rest eruit gaat. En welke characters zouden jullie graag zien? Dat ben ik ook wel. Yo, er wordt een banaan van ver gegooid. Jammer dat er helemaal geen resemblance is met de Mario Sunshine Airport. Terwijl Sunshine Airport is, ze gebruiken zelfs een shine. Nu valt er denk ik niet per se echt een baan te maken van Sunshine Airport van Mario Sunshine. Maar dan nog, dan doen we wel geen Sunshine Airport. Vliegtuigen zijn wel realistisch, dat wel. In hoeverre dat voor een Mario Kart game kan. Ik dacht, laat ik hem maar eventjes even verantwoorden. Oeh, we zijn al bij het eind. Dat is niet zo mooi, want ik heb twee mensen voor me. Kan ik ze nog inhalen, is de vraag. Misschien één? Oh, nee. Misschien wel één? Misschien nog alle twee? Ja. Zie de inhaling, skidooming. Eerste, niks meer aan doen. Kom maar op met je volgende. Lol. Moest een keer gebeuren hè, dat ik op deze manier een clutchte. Dolphin Souls. Volgens mij kan hier ook echt hard genaaid worden in deze map. Ik vind die Mario recht voor ons. Wat doet de Noobie Mario hier nou weer? Booming. Nog een booming. Oh, ik werd bijna genaaid. Waar ik het in de eerste lap over gehad. Ah,
Never mind, het wordt al gemaakt. Volgens mij was dat voor wat een blauwe schild kan aanrichten nog best wel meevallend, zeg maar. Oké. Muntje, daar heb je toch niks aan als koppositie, jongens. Geef mij maar iets om te blokken. Kijk, deze had ik nu kunnen blokken. Oh, hij is toch op een andere manier geblokt. Nou, prima. Weer een muntje. Is toch niks, jongens. Kut. Oh, ik had het over die naaiing, hè? Nou, dat is niet goed. Kijk, ik sta al twee. Oh, en geen item, dit wordt niks. En ook, oké. Hier kan ik nog heel moeilijk van terugkomen. Oh, en dat wordt ook nog een keer. Kutzooi. Dat was mijn laatste item, dacht ik. Mario heeft me ingehaald. Het wordt geen 3 sterren, maar ik ben in ieder geval tweede geworden. Op het nippertje ook zo te zien. Oké, we staan gelijk met Mario. Dit gaat niet goed. Laten we maar snel race 3 ingaan. Tot nu toe nog niet echt mijn beste prestatie van de Mario Kart serie. De eerste baan werd natuurlijk echt maar net aan eerst, omdat ik op het randje iemand had ingehaald en nu ben ik tweede geworden met 2 ronden. Oh, dat kon je af, dat wist ik ook niet. Nevermind, dat was mij echt compleet aanvallen. We staan 5. Oh, we zijn pas net begonnen, er is nog genoeg in. Kijk, daar gingen er alweer een paar. Een sniper zou ik leuk vinden. Sniping! Oeh. Oh, maar hij werd door een andere geraakt. En dat is altijd wel een radio geraakt hoor. Een muntje, daar heb ik weer niks aan. Classic muntje als je eerste staat. Oké, 2 items. Oh, tuurlijk. Ik sta weer als eerste. Oh, shit. Oh, ik zag geen eerste muntje doen. Oké, we staan nog eerste. En we hebben nu iets achter ons waar we ons mee kunnen verdedigen. In ieder geval voor 1 item, behalve voor de blauwe. Want de blauwe schild is altijd kut. Very kut om precies te zijn. En een muntje erbij. Nice, daar gaan we wel gaan hebben, boys. Hier ligt een mushie. Ik hou van mushies. Wat een diepe zooi weer, zeg. Ze willen mij in deze cup echt hebben, hè? De Star Cup is niet easy om. Maar ik ben weer eerste geworden, gelukkig. En Wario heeft het slecht gedaan, dus dat is alleen maar positief voor mij. Dan kan ik een klein slip-upje maken zometeen. De laatste ronde van deze cup. Mount Wario.
Final Race. Dit is wel een leuke baan. Grappig aan deze baan vind ik is dat je geen rondjes rijdt. Het is gewoon één lange baan naar beneden. Wario werd net getortured met het eerste virus. Dat je alleen maar muntjes krijgt. Oeh, kut. Nu had ik graag smart sturing gewild. Ik weet niet wat daar fout ging, maar het was in ieder geval niet goed. Wauw, vuile Bowser bitch. Oh, dit gaat slecht. Dit gaat slecht. Top. Oké, sta eerst. En ik had een mooi defeintje. Dit vind ik wel een kutstuk altijd. Kutbomen. Hadden ze dit niet even op kunnen ruimen voordat we hier gingen racen. Laatste ronding. Hij rijdt een goede bom aan, daar houden we van. Nice. Tuurlijk, ook nog zo'n blauw schild. En dat nog, wauw, ik ga, volgens mij, als ik hem inhaal, dan word ik nog wel eerste. Als ik tweede word, dan heb ik volgens mij de cup gehaald. Wat kut was dat, zeg. Ja, op 3 punten, gelukkig. Deze cup was wel eventjes, was wel even een naaierij. Maar het is gelukt, boys, dus ik ben erg blij. We hebben nog steeds de Gold Cup streak gehouden. Mocht het ooit een keer gebeuren dat ik hem niet haal, dan ga ik in dezelfde aflevering kijken of ik hem in de volgende probeersel zou halen. Maar ik heb hem nu gehaald en ik ben blij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag de volgende keer weer bij Mario Kart 8 Deluxe 150cc Gold Run. Moeilijke titel, lange titel, maar het is een titel. Adios, amigos.